Balverlies van Ziyech. Overname Twente. Kans om uit te halen, wellicht uit de tweede lijn. Ja, natuurlijk de poging van Maher. En nu in de omschakeling veel ruimte voor Ajax. Aan de rechterkant Neres. Met Huntelaar die positie kiest. En Van de Beek en Kluivert komen er ook aan. Neres heeft dat gezien, want daar is Donny van de Beek. Klaarleggen doelpunt. Geweldige counter van Ajax. 1-0 Kluivert. Het begint met een rush van Adam Maher. Met een schot dat afketst. En dan gaat het heel snel. Het begint bij de man die het uiteindelijk ook zal afronden. Kluivert. En een hoofdrol ook voor Neres die de bal echt de pan klaar neerlegt voor Van de Beek. Die is niet zelfzuchtig. Bedient de doorgelopen Kluivert en van dichtbij is het raak. Fraai doelpunt. Prettige start voor Erik ten Hag en zijn ploeg. Licht kapbeweging nu voor zijn linker. En dat is allemaal wat minder. Maar dan valt hij voor de voeten van Van de Beek. En die mist toch een kans zeg. Van heb ik jou daar. Ja, zo'n misspeer kan nog heel aardig uitpakken. Zo blijkbaar weer eens. Zo voor de voeten van Donny van de Beek. En die heeft geen idee hoe vrij die daar staat. Op de tribune Gert-Jan Verbeek. Die natuurlijk nog wel verantwoordelijk is geweest. Voor het samenstellen van het elftal. De Jong. Schöne. Ziyech. Schöne. Korte combinaties van Ajax. Waar leidt het toe? Neres. Net aan de bal gespeeld. En Drommel twijfelt dan of hij die bal kan oprapen. En schiet hem dan maar over de zijlijn. Toegezongen wordt Davy Klaassen vandaag toeschouwer in de Amsterdam Arena. Maher. Ter Aves, dat is geen slechte bal. Huntelaar. Wint het kopspelletje. Kluivert krijgt die bal tegen zijn hand aan. Krijgt hem toch bij Huntelaar. Drommel is uit zijn goal. En voorkomt de 2-0. Daar was weer een kans. Dat was al even geleden. Voor Ajax. Goed gekiept door Drommel. Goeie bal weer van de Ziyech. Oh, Neres. Jensen helemaal gezien. Neres. Neres in het 16 meter gebied van de beenkiespositie. Het voorgerecht smaakte beter dan het hoofdgerecht. De actie van Neres. Maher, scherp aangesneden. Goede trap van Maher. Maar we stomen er 3 of 4 in van Twente. Niemand van dat kwartet maakt contact. Kunst en vliegwerk, wilde ik zeggen, blijft bij je in balbezit. Maar vervolgens verklutst hij je toch. Er komt Ajax er nu uit met 4 man. Onder wie Ziyech en die knalt hem dan tegen Lam aan. Slecht uitgespeeld eigenlijk door de thuisploeg. Slordig, Taliafico en Boeren. Was weg. Oh, de Jong glijdt weg en dan levert dat nog een kans op voor Twente. Tigadouini, mooi gedaan, maar rechtop Onana geschoten. En de woede bij Vuskic, die de bal ook wel had willen hebben. Die is woest op zijn ploeggenoot. Merkwaardige glijpartij van de Jong, die in Kerkrade ook al de mist in ging bij de aansluitingstreffer van Roda. De 2-3. Nu loopt het wel goed af voor Frenkie de Jong. Balverlies van Veldman. Tigadouini erachteraan. Taliafico. 20 meter. Een metertje naast. Hier komt Twente. 3-3 situatie met Vuskic en Boeren. Boeren test Onana aan de korte hoek. Spel de prik van Twente. Het is een opvallende wissel. David Neres gaat eraf. Het is Christensen. Die komt in de ploeg. Gaat Ziyech, denk ik, hangend aan de rechterkant spelen. En de Jong naar het middenveld. Dat zijn de omzettingen die Ten Hag gaat doorvoeren. Eén wissel, dus drie posities van de bezetting bij zich. Ziyech met zijn eerste actie aan die rechterkant.
Zou dat zijn als hij nog gelijk binnenknalt? Zie je recht. Dat had zomaar gekund. Redding van Drommel. Veldman zit mis. Boeren maakt het Veldman lastig. Boeren, Tiga de Wini staat helemaal vrij. 1-1 wordt dit. Dit wordt 1-1 door Tiga de Wini. Wat staat Ajax in de tweede helft toch bij vlagen te schutteren. En nu profiteert Twente wel via Tiga de Wini, zijn eerste van het seizoen. Eerst al dat merkwaardige wegleiden van Frenkie de Jong. En nu Veldman die helemaal mis zit in het duel met Boeren. Boeren is fysiek natuurlijk een behoorlijk sterke spits. Gooit dat lichaam erin en houdt bovendien het overzicht. Legt hem perfect klaar voor Tiga de Wini. Die knalt hem met overtuiging binnen. Ajax Twente is na 66 minuten 1-1. Ziyech met de nodige ruimte. Huntelaar biedt zich aan voor de combinatie met Ziyech. Ziyech is er door. Aangetikt, ja, zegt Guzzo Bujuk. Strafschop Ajax. Het gebeurt er dus net binnen, naar het oordeel van de scheidsrechter, die nog even contact zoekt met zijn assistent. Maar Ajax krijgt de penalty te nemen in de 70ste minuut. Het is licht, het contact. Natuurlijk gaat Ziyech makkelijk naar het gras. Schöne tegen Drommel. Schöne faalt niet. Ajax leidt met 2-1. Twee-1, 85ste minuut. Vrije trap FC Twente. In de korte hoek wordt die bal nog aangeraakt. Die vrije trap van Maher. Onana nog voldoende tijd om te anticiperen. Ajax trekt het over de streep. Vraag niet hoe.